De noordelijke rijbaan van de Willem-Campagnestraat bij het weggedeelte tussen de Loorstraat en van het Hogerhuisstraat is in opdracht van het ministerie van Open Werken en Verkeer gerehabiliteerd. Ook bij de kruising van de Van het Hogerhuis en de Slangenhoutstraat zijn het weekend werkzaamheden uitgevoerd. De wegenautoriteit van het ministerie van Openbaar Werken heeft aan de Willem-Campagnestraat gewerkt, terwijl het aannemingsbedrijf Baitali de Slangenhoutstraat heeft aangepakt. De straten waren gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Het weggedeelte van de Willem-Campagnestraat verkeerde al een aantal jaren zeer deplorabele staat en werd steeds moeilijker begaanbaar. Deels was dit te wijten aan het zwaar materieel dat steeds over deze weg wordt getransporteerd. De weg was daardoor aan een zware rehabilitatiebeurt toe. Ook de kruising van het Van Hogerhuisstraat en de Slangenhoutstraat moest aangepakt worden vanwege de grote gaten in de weg. Beide wegen zijn nu weer egaal en de hoop is dat het de komende maanden zo blijft.